Mijn naam is Rico Vroeven, wereldkampioen kickboksen en ik ben ambassadeur van de 10x10 Challenge. Samen met Matrix Fitness willen wij zoveel mogelijk kinderen in beweging zien te brengen. En daarom ben ik vandaag mijn oude basisschool. Kom mee! Yes! We zijn er jongens, mijn oude basisschool. Grappig. Het is grappig en gek tegelijk. Want sommige dingen die zijn nog steeds hetzelfde. Zo hebben we bijvoorbeeld die bel, die hing er toen ook al. 100% dat die bel er toen ook al hing. Dit was dan een soort van de lunchruimte van de. Van de leraren. Altijd als ik terugdenk aan überhaupt mijn oude schooltijd. Dus basisschool, middelbare school was echt heel leuk. Leren en gewoon lekker spelen en gewoon enjoy life. Gewoon lekker leuke dingen doen. Het lijkt wel wat kleiner, maar ik ben natuurlijk altijd al groot geweest. Dus het is wel heel apart. Met juf Suzanne, Bianca en Barbara. Even stiekem gluren. Ja. Mag ik binnenkomen? Oké dan. Hoe gaat het jongens en meiden? Goed. Ja? Wat gezellig zeg dat ik hier mag zijn. Doei vriend. Doei. Doei. Ik weet nog, hier stond vroeger de tafeltennistafel. Groep 7 van juf Jolinda en juf Romy. Wie van jullie sport er allemaal? Hand omhoog. Oh, dat is de grote meerderheid. Aardrijkskunde, geschiedenis, dat soort dingen, rekenen vond ik allemaal heel leuk. Maar ik moet wel zeggen dat gym, dat vond ik wel uiteindelijk altijd het leukste om te doen. Ik had zeker een favoriete leraar op deze school. Dus dat was meneer Huiskamp. Hij zat bij mij in de klas toen hij in groep 7 zat. En kijk, hier heb ik een foto van hem. Als ik Rico in 3 woorden zou moeten omschrijven. Het eerste punt is groot. Het tweede punt was hij leergierig, dat kan ik ook zeggen. Het derde woord zouden zij dan liefhebber van bewegen. Dat deed hij heel graag. De gymzaal. Het ruikt ook echt naar een gymzaal. Echt, echt gek. En dit was, zeg ik heel eerlijk, vroeger al mijn favoriete plek om hier te zijn. Het leukste wat ik vond om te doen waren 2 dingen. Dat was apenkooi en het trefbal. Dit was dan de middenlijn, dus moest je echt iemand afgooien en dan met die bal en dan boom, springen, duiken, alles maar doen om niet geraakt te worden. En dat was voor mij natuurlijk heel lastig, omdat ik was vroeger al heel groot. Dus ik werd dan best wel makkelijk geraakt eigenlijk. Naast dat het sporten gewoon goed is voor je gezondheid, is het ook gewoon, denk ik, belangrijk voor je sociale ontwikkeling en je sociale contact. Ik zat soms ook wel eens hier zo om het hoekje zo. Ik zat ook wel eens op de gang. Dus hoe is het? Gaat het goed? Ik vind het echt heel bijzonder en ja, het brengt wel wat met zich mee. Het is gewoon onderdeel van je leven. Doei! Ja, heel bijzonder en blij dat we hier geweest zijn.